Kijkers, we gaan naar de leerlingen van de Sint Wilhelmus School in het inheemse dorp Powaka. We brengen belegde broeder elke schooldag in de pauze. Het uitvoeren van dit project op elke schooldag wordt in stand gehouden met hulp van donateurs. En daar vertelt gebruikelijk voorzitter Vismalen ons alles over. Zoals altijd maken wij wekelijks een verslag en in deze uitzending ziet u een verslag van enkele lieveringen ingeluid door Roscoe Vismalen, want voorzitter Vismalen is kort uitlandig voor zaken betreffende het sociaal werk van Iver 12. Uw aandacht. Elik Fausabi, Gada Pesite Kuye Yabaka. En Pigis Maler mi altijd taki, en was mij doe je boe, ja bif hier respecti. Daarom mi den follow tak dis. Ik zie 1, 2, 3, 4 kinderen. Ik wil jullie vragen, hoe vinden jullie de broeder van 1 voor 12? Ik vind het brood van 1 voor 12 lekker. Geniet je ervan? Ja. Meneer Vismalen, hartelijk bedankt. Zo, hij hoort het zeker. En ja, we doen het natuurlijk door tussenkomst van verschillende donateurs. Voor jullie, als het gaat om de kinderen, staan we zeker klaar voor jullie. Ja. En ik hoor dat jij jarig bent. Ja. Nou, gefeliciteerd. Wat vind jij van 1 voor 12 broer? Lekker. Echt goed? Ja. Oké, hoe oud ben jij? 10 jaar. Oké, jij bent? 9. Oké. 1 voor 12, de best! U hoort het zelf. 1 voor 12, de best. Dat is geweldig van de kinderen. Nou, ik ben trots op alle kinderen van de Sint Wilhelmus School. Ik heb geprobeerd ze aan de tand te voelen en ze vinden de broeder van 1 voor 12 geweldig. Nou, donateurs, jullie horen het ook. Dankzij u als donateur die 1 voor 12 ondersteunt, kunnen wij dit voor elkaar krijgen. Dank u zeer en power! Mala.